Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking steeds meer toe... en vanavond volgt er ook wat lichte regen of motregen. Dat gaat ook vannacht nog verder door. De bewolking blijft dus overheersen. Overwege de avond is het een graad of 8... en de temperatuur daalt in de nacht eigenlijk niet of nauwelijks meer. De wind gaat behoorlijk toenemen uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Die wordt matig boven land en een zee vrij krachtig of krachtig, windkracht 3 tot 6. Ook morgen hebben we een vrij stevige wind. Dan langzaam draait hij naar het noordwesten. In de ochtend is er nog veel bewolking. In de middag breekt van tijd tot tijd de zon door en valt nog slechts een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Op de zaterdag een herhaling van zetten. In de ochtend de meeste bewolking, in de middag wat meer zon en dan een enkele bui. Op zondag trekken een aantal felle buien over het land met kans op onweer en hagel en tussendoor felle opklaringen. Het is dan met een graad of 8 wel bekeken. Op maandag is de buienkans weer wat kleiner. Ik ben ben langkamp van Beer Plaza.